als je het aanbod bekijkt, het seizoensaanbod bekijkt in heel de stad, ook wat jazz betreft, is er nog een uitgelezen gelegenheid om daar eigenlijk het jaar te beginnen. En toch de concentratie van het publiek te krijgen op iets wat dat belangrijk is. Het is echt onze bedoeling. En ik denk dat we daar toch na een aantal jaren al serieus stappen hebben ingezet om een heel belangrijke rendezvous voor de jazz in Brussel in januari in onze twee huizen te gaan maken. Ik ben heel blij dat we kunnen samenwerken rond jazz. Dat is echt een, niet alleen de zin om samen te werken is daar, er is ook een reden om samen te werken. Dat is die jazz. Dit is een huis van de jazz, maar niet een huis van de jazz. En als je inderdaad daar kunt een combinatie gaan maken, gaan we elkaar versterken. Is goed. Ja, met jullie. Heel een mooie poster, hè? Ja. Ja. Gaan we dan beginnen. On pouvait concevoir une certaine concurrence entre nos deux lieux, qui en réalité étaient complémentaires. D'abord au niveau de la grandeur des salles, il y a une très grande salle à Flagey qui fait 800 places presque, une plus petite salle qui est le Studio 1 qui fait 180-200 places, et la structure du Marny qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Donc il y avait une complémentarité entre les salles, et puis il y avait cette volonté de dynamiser un chantier. Toen ik de eerste keer het meemaakte en het Flagey-plein een werf was, dat je toen zeer goed aanvoelde hoe moeilijk het was in die omstandigheden om een festival te maken dat een verbinding had met de twee huizen. En dat je moest inderdaad het publiek de weg wijzen naar Marny en omgekeerd de weg wijzen naar Flagey. Dus dat was eigenlijk onbegrijpelijk dat dat moest gebeuren. Het festival had tout de suite, dès la première année, a pris un essor que seul on n'aurait pas eu. On travaille dès le printemps pour concevoir des thèmes, pour faire des recherches au niveau artistique, etc. Et cette dynamique amène un festival qui a vraiment maintenant du corps. Nu is er echt gewerkt aan een identiteit van het festival. Met thema's, met een begin, met een opening, met hoogtepunten, met een bijprogramma, films, tentoonstellingen. Het is meer een festival in de betekenis van het woord dat het een eenheid is. Het programma inderdaad ook gemaakt is voor het publiek om alles te kunnen zien. Zij kunnen zowel van concerten van Flagey naar Marny en omgekeerd. En het is inderdaad ook de bedoeling dat het publiek in de twee ruimten komt. Het is absoluut zo dat het programma samengesteld is echt voor de liefhebber in de brede zin van het woord. En dat daar ook stimulansen voor georganiseerd worden. Er is een pas gemaakt, een pas voor drie concerten, gelijk waar, maar niet op Flagey. Ze kunnen alles meemaken, ze kunnen de dingen combineren. Er zijn voordeeltarieven voor degenen die het willen combineren. Dus in die zin proberen we toch, als het echt alles wat een festival waard is, te organiseren. Se rencontrer sur la scène du Marny Alexandre Cavalière et Philippe Catherine, ça a un sens parce que ce sont deux monstres avec des âges différents, avec des styles différents et là c'est une vraie rencontre au sommet. Là on a un musicien d'exception et c'était vraiment très gai de faire un spot sur lui dans trois styles. Cette rencontre avec Philippe Catherine, cette rencontre avec le trio de Christian Escoudé, qui est un monstre français de la guitare manouche, et ce projet très très moderne d'Arwin Kays. On est de l'ordre du ciselage, c'est du diamant, c'est du cristal. <t'->